De implementatie van de wet industriële hennepteelt, die in september 2023 is aangenomen, is in volle gang. Een belangrijk onderdeel hiervan is een seminar op 27 november dat gericht is op het creëren van draagvlak en het delen van de voortgang met belanghebbenden. Tijdens het seminar zullen onderwerpen zoals teelt, regelgeving en economische kansen worden besproken. De commissie streeft ernaar om het project begin 2025 volledig operationeel te maken. Een delegatie van het Surinaamse Onafhankelijk Kiesbureau, OKB, onder leiding van voorzitter Samseer Ali Sheikh Alibaks, bezoekt de VS op uitnodiging van de International Foundation for Electoral Systems. Het bezoek richt zich op thema's zoals desinformatie, AI-gebruik en inclusiviteit. Dit werkbezoek helpt het OKB voorbereiden op de verkiezingen in Suriname, waar op 25 mei 2025 een gewijzigd kiesstelsel wordt gehanteerd, met het hele land als één kiesdistrict. De VN-klimaattop COP29 vindt plaats in Baku van 11 tot 22 november 2024, waar Suriname ook aanwezig zal zijn. President Santokki en ministers Ramdin en Dasai nemen deel aan het high-level segment van 12 tot 14 november. Suriname wil als carbon-negatief land bijdragen aan gesprekken over uitstootreductie, groene financiering en behoud van biodiversiteit. COP29 biedt een cruciale kans voor concrete klimaatmaatregelen en internationale verantwoordelijkheid. De Surinaamse delegatie vertrekt morgen naar Baku.